gaan nu verder met dit programma. Zoals ik al zei, het programma Wist u dat? En ik meen dat wij op dit moment aan de telefoon hebben Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Owen, de Tweede Kamer. Ja. Hoe zou je dat op dit moment willen typeren zoals het op dit moment gaat? En zeker met mensen als Wilders. Zoals ze zich gedragen, zich uiten in die Tweede Kamer. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Nou, Iwan, ik val van de luisteraars. Ik val van de ene verbazing in de andere verbazing. Ik kwalificeer de Tweede Kamer als een beetje een slappe hap. Waarom? Kijk hoe lang wij nou al PVV Wilders in de Kamer hebben. Daar is bijgekomen Forum voor Democratie. Allemaal uiterst rechtse politieke partijen. En die dus eigenlijk de randen opzoeken, de grenzen opzoeken van wat fatsoenlijk en netjes is in de omgang met elkaar. Hoe je met elkaar vergadert en hoe je met elkaar spreekt. Hoe je elkaar aanspreekt. Dat hebben we al heel lang. En nog steeds heeft de Tweede Kamer, onder leiding van de Tweede Kamervoorzitter, niet een beleid ontwikkeld, kom ik weer met mijn woord, hoe om te gaan. Al die jaren, de afgelopen jaren, heb ik gedacht, misschien komt het nog wel. En toen kwam er ineens een moment wat heel belangrijk is. Namelijk, de luisteraars kunnen zich misschien nog herinneren, dat Wilders ergens in een café geroepen heeft, willen we meer of minder Marokkanen in Nederland? En toen begon iedereen te roepen, minder, minder. Daarvoor hebben ik denk meer dan 2000 mensen aangifte gedaan. En dat is dus voor de rechter gekomen. De eerste rechter, rechtbank. De tweede rechter in beroep, gerechtshof. De hoogste rechter, de Hoge Raad. Heeft nu Wilders, veroordeeld. Vorig jaar, 6 juli, heeft de Hoge Raad bevestigd dat Wilders heeft gedaan aan strafbare groepsbelediging. Toen dacht ik, 6 juli vorig jaar, eindelijk heeft de Tweede Kamer, de Kamervoorzitter, een argument gevonden om de Tweede Kamer bij elkaar te roepen, om te praten over hoe gaan wij om met figuren zoals Wilders. Nee hoor, het was reces toen, in juli, vakantie voor de Tweede Kamer. Na de vakantie september dacht ik, misschien komt het dan. Ook niet, tot de dag van vandaag. En wat hebben we de vorige week een paar keer gezien? Wilders, en ook vaak dus iemand van Forum Democratie, die beledigt iedereen maar, zoals hij dat wil. Moslims, Marokkanen, trouwens kortom, iedereen. En de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp weet er eigenlijk geen raad mee. En dan zeg ik, ja, maar het is je eigen schuld. Waarom heb je naar aanleiding van de veroordeling, onherroepelijke veroordeling van Wilders, niet de Kamer bij elkaar geroepen? Hoe gaan wij om als Tweede Kamer met een onherroepelijk veroordeeld Kamerlid, niet voor een verkeersovertreding of zo, maar voor groepsbelediging? Dat is nogal wat. Dus Iwan, Ik vraag me dus echt af, ben ik nou zo slim of zijn jullie daar nou zo dom? En dan kom ik op een ander aspect waar we ook middenin zitten. De politieke bestuurscultuur hier in Nederland is verouderd. Het is verouderd, het leidt tot gigantische problemen in dit land. Groningen, de toeslagenaffaire, fraudelijsten van de Belastingdienst, kortom woningbouwproblematiek, klimaatproblemen met de boeren, stikstof. En met die oude politieke bestuurscultuur, Iwan,
ga je deze grote problemen dus nooit kunnen oplossen. En dus hoop ik dat de Tweede Kamer binnenkort, zeer binnenkort, gaat praten over wat zijn de grenzen die wij zelf als Tweede Kamer trekken in hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar spreekt in de Tweede Kamer, hoe je elkaar aanspreekt. En om aan te geven dat er grenzen zijn. Nu heb je het idee parlementaire onschendbaarheid, hè, dus staat ook in de grondwet tijdens de vergadering. Maar mogen Kamerleden alles zeggen, in principe zijn ze niet vervolgbaar. Maar er zijn wel grenzen van fatsoen, hoe je met elkaar omgaat. En nou heeft de Tweede Kamer, Iwan, een reglement van orde. Dat is eigenlijk een leidraad. Hoe ga je met elkaar om? Wat mag, wat mag niet? En in dat reglement van orde staat zelfs een artikel dat de voorzitter van de Tweede Kamer, als iemand over de grenzen gaat van wat betamelijk is, de Tweede Kamervoorzitter iemand uit de Kamer kan laten verwijderen. Volgens mij is het nog nooit toegepast. Dus kortom, je hebt mogelijkheden, alleen je moet ze wel benutten. En als je ze benut, dan moet je ze benutten binnen het kader van met elkaar afgesproken beleid. En vastgelegd beleid. En ik hoop, Iwan, ik hoop echt dat de Tweede Kamervoorzitter en de Tweede Kamer, dat die dat zullen gaan doen. En in het kader van die nieuwe politieke bestuurscultuur is er nog wat. Namelijk, kijk, de Tweede Kamer, en soms doen ze alsof die nieuwe politieke bestuurscultuur, dat is één ding, en de Tweede Kamer is een ander ding. Maar dat is natuurlijk niet zo. De Tweede Kamer is een onderdeel van de politieke cultuur. En als je die politieke cultuur wil veranderen, dan zal je ook de werkwijze, de aanpak, het functioneren van die Tweede Kamer moeten wijzigen. En dat zal dus echt heel snel moeten gaan gebeuren om de liggende problemen uit de oude cultuur, politieke cultuur, om de liggende problemen te kunnen oplossen. Ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld, al sinds jaar en dag hebben we een nationale ombudsman. De nationale ombudsman heeft verslagen, jaarverslagen. Ieder jaar krijg je een verslag van de nationale ombudsman. Daarin staan een heleboel dingen voor de politiek, die de politiek zou moeten oppakken om ernstige problemen te voorkomen. Dat doet de politiek niet, althans volstrekt onvoldoende. Dan ontstaan die problemen en dan gaat iedereen schreeuwen. Ook de Tweede Kamer, van ach en wee, en hoe kan dat nou? Hetzelfde geldt voor de jaarverslagen van de sociale advocatuur. Dus met name de sociale advocatuur signaleert zoveel onrechtvaardigheden in de samenleving. Maar als de politiek, Tweede Kamer, niet de jaarverslagen van ombudsman, sociale advocatuur neemt om dingen aan de orde te stellen, ja, dan gebeurt het niet. Dan liggen die jaarverslagen ergens in het bureau la. Dus ik denk, Iwan, dat ook in het kader van een nieuwe politieke bestuurscultuur de Tweede Kamer, maar ook gemeenteraden en provinciale staten meer moeten gaan letten op de jaarverslagen van instellingen, vooral instellingen die met rechtshulp enzovoort bezig zijn, ombudswerk, dat die jaarverslagen meer een rol moeten gaan. De president van Brazilië, Bolsonaro, komt op bezoek in Suriname. Dat is natuurlijk voorbereid. Waarom wordt de bevolking niet communicatief geïnformeerd over die voorbereidingen? Waar gaan ze over praten? Kortom,
Ineens hoor je dat hij komt, komt meneer Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken. Die komt ineens met het programma van het bezoek van de president van Brazilië. De vragen die op tafel liggen is, wat komt hij doen, wat wil je met ze afspreken? Een heikel punt in Brazilië is een weg van Brazilië naar Suriname, waarvan iedereen in de wereld zegt, dat moet je niet doen. Door het Amazonegebied. Je verpest het milieu, je verpest het Amazonegebied met een weg. Dat weet iedereen. Daar wordt niet over gesproken in Suriname, maar wel met Bolsonaro over samenwerking. En Bolsonaro, Iwan en luisteraars, heeft al gezegd: ik heb belangstelling voor jullie, want jullie hebben olie gevonden. Nou, dan is 1 en 1 2. Brazilië heeft belangstelling om Suriname over te nemen. Daar heeft Brazilië ook olie, extra olie, want ze hebben daar ook een olieindustrie. Dus kortom, en als klap op de vuurpijl lees ik eergisteren dat er ook een brug gaat komen tussen Frans-Guyana en Suriname. Dat daar in besprekingen gaande zijn. Dan is mijn vraag aan president Santok. Hij heeft geen Bromtjidari eerlijk delen beleidsplan gemaakt. Hij heeft geen diaspora, totaal samenhangend diaspora beleidsplan gemaakt. Al daar zijn we niet mee bezig. Dan is mijn vraag aan president Santok. Hoe ga jij Suriname en de Surinamers beschermen tegen de gigant Brazilië en de andere buurlanden Frans-Guyana en Guyana? Waar is het Bromtjidari eerlijk delen beleidsplan van Suriname? Want als dat er niet is, is over 20 jaar Suriname bestaat niet meer. Want dan wordt Suriname overroeld door Brazilianen. Er zitten al 20.000 in Suriname. Dan komen de Guyanezen erbij over die brug. Als die brug er is met Guyana. Nou, Iwan, dan kan jij je wel voorstellen wat er gaat gebeuren. Ja. Al die Guyanezen komen werken. Want ze hebben al ervaring met gas en olie. Die komen werken ook in Suriname. En wij zelf, ons, de Surinamers, hebben het nakijken. Die kunnen schoonmaakwerk gaan doen voor de Brazilianen en de Guyanezen en de Frans-Guyanezen. Dus kortom, Suriname staat op een cruciaal moment waarvan je het alleen gaat overleven. Als klein, rijk land, qua grondstoffen is Suriname rijk land, maar qua bevolking is Suriname een piepklein land. En wat moet een piepklein land dat rijk is geworden door grondstoffen, wat moet dat doen? Dan ga maar kijken bij de kleine Arabische landen, Emiraten, Dubai, Saoedi-Arabië. Ga maar kijken hoe hun eerlijk delen beleidsplan eruit ziet. 1. Mensen kunnen zich niet zomaar vestigen In Dubai of in Saudi-Arabië. 1. 2. Arbeidscontracten is altijd tijdelijk. En dan moet je weg. Dan moet je zorgen dat iemand uit het land alle skills, expertise heeft overgenomen. En dan moet jij weg als buitenlander. 2. Verblijfsvergunningen. Zeer streng. Nationaliteit. Heel erg streng. Je krijgt niet zomaar de nationaliteit van kleine rijke landen, Dubai. Hetzelfde geldt ook voor eilanden. Eilanden moeten streng zijn en kunnen niet zomaar iedereen toelaten. Anders ben je weg. Suriname, hetzelfde, klein, rijk land. Begint met Guyana, met een brug. Er komt straks een brug aan Frans-Guyana, aan de andere kant. En dan komt een weg naar Brazilië, tussen Suriname en Brazilië. Dan is Suriname gone. Dus mijn verzoek aan Santokki is, leg de Surinaamse bevolking uit hoe jij hun gaat beschermen
als die bruggen en die weg straks zijn gerealiseerd. Maak beleid en handhaaf dat beleid dan ook als het zover is. En je weet hoe het gaat, Iwan. Suriname is al overgeleverd, tussen aanhalingstekens, aan de Chinezen, wat de middenstand betreft. Want dat ziet iedereen. Straks komen de Brazilianen erbij, de Guyanezen erbij en de Frans-Guyanezen erbij. Dan hoef je echt niet gestudeerd te hebben, Iwan luisteraars, om te weten dat Suriname dan verloren is. Dus daarom mijn verzoek aan president Satoki. Kom met die twee plannen. Grootje Jari eerlijk delen beleidsplan. Totaal samenhangend diaspora beleidsplan. Alleen dan ga je Suriname kunnen redden van overname door de buurlanden. En de grote landen, hè, China, Rusland. Want Rusland probeert ook in Suriname ingang te krijgen via Venezuela de afgelopen jaren. Dus kortom, president Santoki neemt een gigantisch risico met het land en het volk. En als hij het land en het volk niet beleidsmatig gaat beschermen, dan vrees ik het ergste voor ons geliefd Suriname. Ja, maar je kan dat natuurlijk wel zeggen, maar er zijn vele grootheden, ja, denkers van denkers, Surinaamse denkers. Ja. Mensen zoals Rudy Cross. Ja. Mensen zoals Lou Lichtveld. Mm-hmm. Die voorspeld hebben. Die mensen zijn allemaal dood. Ja. Maar die voorspeld hebben dat Suriname geannexeerd zal worden. Ja. Door onder andere Brazilië. Ik kan me nog herinneren, ik vertelde het ook aan Ludwig, dat ik als 17-jarige student aan de Surinaamse kweekschool heel vaak op Zorg en Hoop, dag Kopenamenstraat, thuis was bij de heer Lichtveld. Oude man toen al. Maar als we zo zaten te praten en hij begon dan over de politiek, dan herinner ik me dat hij heel vaak zei: Iwan, denk jij dat Suriname op zichzelf zal staan? Nee hoor, Brazilië zal Suriname overnemen. Dat staat vast. En toen al, en dan moet ik denken toch aan, het is al heel lang geleden, 40, 50 jaar geleden. Ja. Nou, zeker 50 jaar geleden. Dat die man dat soort dingen tegen me zei. En dan moet je toch achter je oren krabben. En dan kan jij natuurlijk zeggen dat Santoki Suriname in een soort dat vaarwater zal brengen. Of de mensen kenden de mentaliteit van de Surinamers zodanig dat ze die voorspelling deden. Maar kijk, Iwan, eigenlijk die voorspelling is bijna logisch. Want Suriname is altijd al een heel klein land geweest qua bevolking. Dus Suriname stelt niets voor. Destijds was het tegen 500.000 mensen, 500.000 mensen. Dus de totale bevolking is nu ongeveer 600.000. Totale bevolking. De beroepsbevolking van Suriname, want dat is natuurlijk veel minder als je de ouderen en de jongeren en de kinderen aftrekt, komt in Suriname volgens mij tussen de 100 en de 200.000. Dus niets. Dus kortom, de voorspelling, als je kijkt naar de buurlanden en vooral Brazilië, is eigenlijk bijna logisch. Als je niet oppast, als je geen strikt en streng beleid hebt, ga je opgegeten worden. Hetzelfde geldt voor die kleine voor eilanden. Overal in de wereld. Eilanden moeten heel streng zijn. Anders word je opgegeten door de toeristen en landen en noem maar op. Arabische landen. De Verenigde Arabische Emiraten. Suriname kan gaan vragen en kijken, opvragen. Dan zal je zien hoe streng de kleine Arabische landen, Emiraten, zijn naar de buitenwereld toe. No nonsense. In principe kan je daar nooit komen wonen als je niet hun nationaliteit hebt. En die nationaliteitswetgeving is zeer streng. Dus kortom, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, Suriname.
Je kan zo bij kleine Dubai, Qatar, Oman. Je kan zo bij die kleine landen gaan raadplegen. En dan ga je horen hoe zij zich staande houden tegenover ook een buitenwereld. Die graag daar wil komen om invloed te hebben, om geld te verdienen en noem maar op. Dus kortom, Suriname moet niet het wiel opnieuw willen uitvinden. Suriname moet gewoon beleid maken. En daarom hamer ik op die twee beleidsplannen. Brometje Jari eerlijk delen beleidsplan, diaspora beleidsplan en dat directoraat diaspora zaken. En wat ik dus president Santokki heel graag wil adviseren, dat doe ik ook via de app en de mail, dat is, wees nou transparant, open en eerlijk met die Surinaamse bevolking. Ga niet onder elkaar, wat met name de minister van Buitenlandse Zaken steeds doet. Hij heeft geheime besprekingen over alles en nog wat, en het resultaat meldt hij, deelt hij mede via de communicatiedienst aan de bevolking. Nee, je moet voornemens, plannen voorleggen aan de Surinaamse bevolking. En dan moet de Surinaamse bevolking kunnen reageren, invloed kunnen hebben op het beleid. En daarna pas neem je een besluit. En door dat niet te doen, is het een beetje een soort dictatuur. Want ja, de mensen moeten slikken en stikken, want je communiceert niet. Communicatie is, ik zeg het nog een keer, Iwan, communicatie is twee richtingen verkeer. En wat president Santokki en de minister van Buitenlandse Zaken en de anderen doen, dat is eenrichtingen verkeer. En dat heet geen communicatie, dat heet informatie geven of voorlichting geven. En dus kortom, Suriname staat aan de, aan de vooravond van eigenlijk, denk ik, dat toneelstuk van Shakespeare, Hamlet geloof ik. Het gaat in Suriname nu de komende jaren om to be or not to be. Als Suriname dus niet een beleid maakt om land en volk te beschermen tegen de buitenwereld, China, Rusland en de buurlanden, dan is Suriname over 20, 30 jaar er niet meer. En dat zou heel erg zijn. Je hebt het in die aantekeningen van je, ja, over Suriname zelfmoordbruggen. Ja, want als je jou openstelt voor Frans Guyana, voor Guyana en ook Brazilië, dan betekent het dat je dus het personenverkeer is vrij, men kan gewoon komen. Nou ja, en dan wordt de Surinaamse bevolking overroeld. En dat betekent dat Suriname en Surinamers op termijn weg zijn. Ja, maar wat bedoel je nou met die bruggen? Er is ook sprake ervan dat er bruggen komen over de quarantaine en enzovoort. Precies, ja, Guyana. Ja, en dus kortom, daarmee bedoel ik, als je je land openstelt qua infrastructuur, wegverbinding, als je het openstelt, dan moet je jouw land en jouw volk beschermen tegen wat er over die bruggen en die wegen naar jou gaat komen. Dat ze gaan komen, het staat vast. Hoe ga je je volk beschermen? Dat moet je in een beleidsplan hebben vastgelegd. Want als je dat niet doet, dan kan je dus alles doen wat in je opkomt. En dat is het grote probleem van Suriname, Iwan. Het grote probleem van Suriname is, Suriname werkt niet professioneel, niet beleidsmatig. En dan gaat alles fout. En nu is Suriname het derde armste land van Zuid-Amerika. Maar dan heeft Suriname aan zichzelf te wijten, Iwan. Ja. Als je geen beleid maakt, dus niemand weet wat het beleid is, dan doet iedereen maar wat. En nou zitten we met de gebakken peren. Ik heb het vanmorgen ook met DNA-lid Edward Belfort gehad over het bezoek van de Braziliaanse president aan Suriname. Ja. Eigenlijk weet niemand wat het bezoek heeft opgeleverd. Nee, precies. En ook niemand weet wat voorafgaand aan het bezoek Suriname, Ramdin,
Tantoki, andere ministers, hebben het besproken vooraf met Brazilië. Waar gaat Suriname naartoe met Brazilië? Het moment waarop die weg aan de orde komt tussen Brazilië en Suriname, krijgt Suriname de hele wereld over zich heen. Want de hele wereld is de milieubeweging mordicus tegen een weg dwars door het Amazonegebied. Dus kortom, maar niemand praat erover, terwijl ze wel met Brazilië praten erover. Maar de Surinaamse regering informeert de bevolking niet, is niet transparant bezig. En komt ineens met uitkomsten waarvan iedereen zich afvraagt, ja, maar wie heeft jou dat mandaat gegeven? Het parlement niet, DNA niet. Dus de Surinaamse regering, de Surinaamse minister Buitenlandse Zaken, doet gewoon ja, wat hij nodig vindt. En dan gaat het dus fout, zoals we gezien hebben. En bij YouServen en bij HPSG. Dus kortom, president Santoki heeft ons beloofd. 2022 gaat hij een heleboel dingen verbeteren, veranderen, corrigeren. Ik ben zeer benieuwd, want einde van dit jaar, luisteraars, Iwan, zit president Santoki op de helft van zijn regeerperiode van 5 jaar. Eind van dit jaar zit hij 2,5 jaar. Dat is het belangrijke moment. En luisteraars en Iwan, zoals je weet, de politiek. Als er verkiezingen in het vooruitzicht zijn, doet de politiek nooit moeilijke dingen richting de bevolking. Dus kortom, de tweede helft, regering Santoki, verwacht ik niet veel aan impopulaire maatregelen. Terwijl die wel moeten komen. En vandaar mijn verzoek en pleidooi en advies aan Suriname en Surinamers. Zorg dat er een zakenkabinet komt. Desnoods tijdelijk. Want een politiek kabinet gaat niet de dingen kunnen en willen doen die nodig zijn. En zeker niet een familie- en vriendenregering. Die gaan echt niet doen wat moet gebeuren. Dus ook in dat opzicht zie ik de toekomst voor Suriname niet rooskleurig in. Ik hoop dat Santoki toch dat het besef komt dat hij transparant, open, eerlijk met de bevolking over voornemens, over plannen moet praten, de bevolking invloed geeft. En ik hoop dat hij die twee beleidsplannen, Bromtje Jari en Diaspora beleidsplan, dat hij die dus echt gaat maken. Ja, maar dat zijn we nergens. Ja, maar goed, dat kun je natuurlijk wel stellen. Ik adviseer het, dus hij moet zelf weten wat hij doet. Ja, we kunnen dat natuurlijk wel stellen. Maar ja, dat stellen we al zelf. Kennelijk heeft die man toch wel een ander idee. Hij is de president van het land. Ja. En hij komt, als ik hem hoor praten, dan is hij erg positief over de toekomst enzovoort enzovoort. Dus misschien heeft hij middelen in zijn handen. Ja. Nogmaals, we weten niet wat er besproken is met Bolsonaro. Ja. Dat weten we niet. Ik stel me zo voor dat wanneer een president ergens op bezoek gaat, dan zijn er voorbereidende gesprekken en dan wordt het een en ander op papier gezet. Ik vond het ook raar dat de man binnen een paar uur weer weg moest. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet wist dat zijn moeder behoorlijk ziek was en in het ziekenhuis lag. Dat wist hij natuurlijk en gaat toch naar Suriname om vervolgens te zeggen dat zijn moeder overleden is om terug te gaan. Ja, ja, dan denk ik bij mezelf van dat kan, maar er zijn toch ook ambtenaren van Brazilië en ambtenaren van Suriname die dan verder om de tafel gaan zitten om uit te werken wat ze allemaal op papier van tevoren hebben gezet. Ja, natuurlijk. En dat zal ook wel gebeurd zijn. Toen Bolsonaro weg was, zullen wel hoge ambtenaren achtergebleven zijn in Suriname. Maar de manier waarop Suriname met Bolsonaro en ook met andere landen omgaat, is verontrustend. Hè? Suriname laat nooit weten wat er van tevoren besproken is. En komt ineens met een resultaat van gesprekken of een memorandum of understanding, MOU. Dus dat wil zeggen een intentieverklaring wat ze met elkaar willen doen. Dat verwacht ik binnenkort ook
We hebben intentie, verklaring. We gaan in de toekomst werken naar brug deze, brug dat, weg. Wacht maar af, je zal het zien de komende weken en maanden. Dus kortom, ik begrijp steeds minder van Santokki, mijn Mattie Santokki. En eind van dit jaar denk ik dat wij, maar zeker ook ik, alles overziende zal kijken of hij nog betekenis kan hebben wat mij betreft voor Suriname en de toekomst van Suriname. Ik heb er een hard hoofd in, ik heb er verdriet over dat hij zijn bevolking links laat liggen, familievriendenregering heeft. Benoemingen, zie je, alle benoemingen gaan allemaal naar een andere en dan een VHP-persoon. Terwijl hij een nationaal beleid moet voeren. Bromtje Jadi beleid heeft hij zelf, dat begrip heeft hij zelf geïntroduceerd. En hij voert geen beleid, hij heeft geen beleidsplan. Dan gaat alles fout. Dus ik ben benieuwd, we zullen het zien, Iwan. We zullen het zien. Nu aan het eind gekomen van dit gesprek, heb jij nog iets wat je zou willen opmerken tenslotte? Nou, tenslotte, ja, ik heb gelezen dat er een sikkelcelkamer wordt opgericht in een Surinaams ziekenhuis. Je weet, een sikkelcel in Suriname, mensen met de afro-achtergrond, heel veel in verhouding, heel veel lijden aan sikkelcel disease. En ik denk dat we daar echt aandacht aan moeten gaan besteden, eventueel aanstaande zondag in wel geïnformeerd. Want dat is toch al jaren een probleem in Suriname. En nu pas een sikkelcelkamer afdeling in een ziekenhuis. En die hebben steun nodig. En misschien kunnen we daar vanuit de diaspora ook wat voor betekenen. Dus ik ben benieuwd. Goed, Owen. Ik wil je heel hartelijk dank zeggen voor je bijdrage aan dit programma. Wist u dat? En ik zou zeggen tot de volgende keer. Yes, een brasa voor de luisteraars. Dankjewel. Bye bye. Bye bye.